Dort, wat zal ik ervan zeggen? Ik ben er geboren en woon er nu op een paar onderbrekingen na, al zo'n 50 jaar. Dan weet je feitelijk niet beter. Door de deur heen moet dan de kamer geweest zijn die Budding ook als werkkamer heeft gehad, heel in het begin. Zolderkamer, schuine kap natuurlijk. En dan krijg je van die afgetimmerde delen waar weer een kast in verwerkt is. En daar moet dan die doos gestaan hebben. Alle dozen met archiefmateriaal van de Dordtse schrijver en dichter Kees Budding zijn al jaren geleden vanuit zijn huis aan de Bankastraat overgebracht naar het Letterkundig Museum in Den Haag. Toch is toen één doos over het hoofd gezien. Ja, die doos werd ontdekt door de nieuwe bewoner. Die ook wel wist dat hij in het huis kwam te wonen dat ooit van Budding was geweest. En toen hij zaken ging opruimen die daar op die zolder stonden, ja, toen vond hij die doos en zag hij al direct natuurlijk overal de naam Kees Budding. Dus hij wist dat hij wel iets heel bijzonders in handen had. Wim Huizer werkt aan een biografie over Budding. Hij werd gebeld door de vinder van de spullen en schakelde meteen Erfgoedcentrum diep in. Mijn oog viel direct op dit ding. Ik denk, wat doet dat nou tussen allerlei manuscripten? Dit is een pijperaars-etuietje van Kees Budding. En je ziet dat er allerlei hiërogliefen op staan, onleesbare teksten. En voor menigeen zou dat misschien iets zijn om weg te gooien. Maar voor mij is dat als biograaf van bijzondere waarde. Want ik ontdek gelijk allerlei plannen en ideeën die hij had. Die noteerde hij even in de trein of zo, of als hij ergens zat te wachten. Even snel op zijn pijperaars-etuietje en dan ging in zijn binnenzak. En... Nou, heel handig attribuut voor een schrijver. Moet je eigenlijk altijd bij je hebben. Hoe leuk is het nou als Budding-liefhebber en biograaf om weer nieuwe spullen in handen te krijgen? Ja, dat is een avontuur. Dat klinkt misschien als een cliché. Maar iedere keer als je zo'n lade begint en je haalt het eerste velletje eruit, dan ben je daar op een hele prettige manier gespannen over. En hoop je iets te ontdekken wat je echt niet wist. En dat heb ik ook gevonden. Dit is ook een bijzonder stuk. 1931, toen was Kees Budding 13 jaar. En dit is een heel compleet verhaal dat hij toen schreef. Bijna als een compleet boekje, als een detective, de avonturen van Perry & Co. Een brutale oplichting door C. Budding 1931. Hoofdstuk 1. Hoor eens, Perry, zei Hurley tegen zijn compagnon. We moeten nodig geld hebben. Ik weet niet hoeveel jij nog hebt, maar mijn hele bezit is 20 frank 37 centime. Hurley was een magere man van middelbare grootte. Hij had ravenzwart haar en een klein zwart kneveltje. Een kneveltje, wie weet nog wat dat is. Dus het lijkt wel alsof hij het zo bedoeld heeft door het in die doos te stoppen, dat het een soort representatief beeld geeft over zijn veelzijdigheid als Nederlands schrijver. Want dat wordt met deze vondst toch heel erg duidelijk. In november heeft het Dordrecht Museum een speciale Budding tentoonstelling. Daar is dan ook een aantal van de nieuwe stukken te zien. Thank you.